morning, ben ik weer. Ik heb vandaag voor jullie mijn wrap-up van de maand juli en augustus. Net zoals mijn haul heb ik deze even gecombineerd, omdat ik eigenlijk te weinig in beide maanden heb gelezen om apart te bespreken. Zeker in augustus heb ik niet zoveel gelezen. En in juli was er een beetje bij kort geschoten. Dus hier, dit is de samenhang van de wrap-up. Doordat juli best wel een tijdje geleden is, het is nu net begin september, weet ik niet meer heel goed waar alle boeken over gingen. Ik weet nog wel precies waar het over ging, maar ik weet niet meer 100% wat mijn leeservaring dan was. Ik heb sindsdien ook wel besloten om het weer op te schrijven, waardoor ik dat nu minder over kan brengen. Dus ik heb besloten ook meer te gaan schrijven als ik lees mijn ervaringen. In augustus heb ik wel 2, 3 hele toffe boeken gelezen. En daar weet ik nog alles van, dus yes, daar zal ik iets meer over vertellen. Ik heb zeker in juli heb ik naar een hoop luisterboeken geluisterd. Ik had een hoop opdrachten. En ik weet niet waarom. Ik ben door 3 luisterboeken heen gegaan. Ja, 3. En het zijn ook alle 3 best wel redelijk vlotte luisterboeken. In de zin van, je gaat er snel doorheen of zo. I don't know. I enjoyed them all. Allereerst ben ik natuurlijk weer verder gegaan in het luisterboek van Percy Jackson en Olympian. Dit is het laatste deel, The Last Olympian. Ik heb de vorige maand, of de vorige 2 maanden, heb ik de eerste 4 delen geluisterd op Storytel. Voor wie het nog niet weet, ik zeg het volgens mij elke keer, ik heb een speciale link van Storytel die in de beschrijving staat, www.storytel.nl.com/ebookwormlive. En dan krijg je in plaats van 14 dagen 30 dagen een gratis proefabonnement. Dus als je geïnteresseerd bent, zeker de moeite waard. Ik betaal er nu maandelijks voor, want ik ben helemaal verzot op Storytel. Ik heb dus Percy Jackson en Olympia in het laatste deel geluisterd. Ik vond dit deel zo ver boven de rest uitsteken. Ik heb hem dan ook 5 sterren gegeven. Hoewel ik de hele serie erg van heb genoten, was dit een stuk volwassener met dit. Dit deel had zoveel meer personages, zoveel meer plotlijnen die samenkwamen en zoveel volwassenere emoties, waardoor ik hou van jeugd, omdat je er echt wel doorheen vliegt en echt wel een uplifting feeling kan krijgen. Maar ik merk dan toch dat zo'n deel, het einde van zo'n jeugdserie, een stuk volwassener is en ik er een stuk meer van geniet. Dan denk ik ook omdat die eerste 4 delen steeds meer hebben opgebouwd en uiteindelijk samengekomen zijn in dit toffe deel. Snap je? Het is echt een soort van de climax van het verhaal. Alles komt opeens bij elkaar en het bereikt zijn hoogtepunt en het is gewoon super tof. Voor wie niet weet waar de serie over gaat, we volgen Percy Jackson. En hij is een demigod, wat betekent dat hij half god, half mens is. Zijn vader is Poseidon, Poseidon, de god van de zee. En zijn moeder is gewoon een sterfelijk mens. En wij volgen hem terwijl hij meerdere avonturen aangaat op Camp Half-Blood, een kamp voor meerdere halfgoden. En er is heel veel aan de hand. Er is een soort van orakel die iets heeft voorspeld over hem, maar hij weet niet of het over hem gaat. En daardoor zitten eigenlijk heel veel goden achter hem aan. En het is zoveel tofs. En zoals ik zei, het komt nu dan tot op zijn hoogtepunt. De laatste strijd tussen het goed en het kwaad wordt uitgevochten. En it is exciting. I highly recommend this serie. En ik kan niet wachten om het vervolg hierop te lezen, The Heroes of Olympus, volgens mij Percy Jackson en The Heroes of Olympus. Volgens mij, ik weet niet of die op Storytel staat, maar ik wil die wel verder, want dat is dus deze personage en dan ouder. It's gonna be good. Dan daarna had ik een soort van behoefte aan een break van alles wat niet bestaat, zeg maar. Dus ben ik gaan luisteren naar Alles Behalve Oké van Laura Steven. Laura Steven heb ik ontmoet voor Yalfest. Zoals op Yalfest. En ik heb er natuurlijk daarvoor eventjes gesproken op de Yalfest bijeenkomst. Als jij wilt moet zien en alle andere auteurs, kan je hieronder even kijken. Ik zal de video's hieronder laten. Maar ik ben nooit toegekomen aan het boek. Terwijl ik wel altijd geïnteresseerd was. En zeker na haar te hebben ontmoet, haar eigenaardigheden en hoe grappig ze is. Dacht ik van ja, ik moet het boek echt wel een kans geven. Perfect, dus toen hij op Storytel kwam, toen dacht ik yes, perfecto mundo. Want ik was involved in al een heel dik fantasyboek. Toen jullie aan het einde van deze wrap-up zullen zien die ik eindelijk na meerdere maanden uit heb. Dus dit is perfecte afleiding. Ik ben echt obsessed met deze cover. En ook best wel met het boek zelf. Wij volgen Izzy en Izzy raakt verstrekt in een soort van seksschandaal. En eigenlijk is dit dus haar boek, waarin zij vertelt haar kant van het verhaal wat er is gebeurd. Er is gewoon één keer, heeft ze seks gehad met een jongen op een bankje. En schijnbaar was deze jongen internationaal bekend. Oh ja, de zoon van een politicus, dat was het. En deze jongen was een zoon van een politicus. Nou ja, oké, wist zij niet. Dus die foto is uitgelekt. En zij wordt gewoon gigantisch geslutshamed online. En ze wordt neergezet, terwijl ze helemaal niet zo is.
Dus wij volgen eigenlijk haar struggles daarmee op een hele hilarische en toch ook wel hartverwarmende manier. Izzy die heeft hele grote dromen. Ze wil graag een comedian worden, ze wil studeren, ze wil reizen. En het lijkt erop dat dit alles tegen zit en haar leven ook. Dus buiten dat, ze moet gewoon eigenlijk met heel veel volwassen problemen dealen. Terwijl zij eigenlijk zelf geheel niet volwassen is. Dus ze wordt een soort van gedwongen om op te groeien. Dat is alles wat ik er nog van weet. En dat ik heel veel heb gelachen om Izzy en haar interacties met het leven, met iedereen. Gewoon, zij heeft zo'n eigenaardige manier van... Zij heeft zo'n eigenaardige kijk op de wereld die heel erg wordt gedeeld omdat het vanuit haar geschreven is. Izzy heeft zelf dit boek geschreven, zeg maar. Dus wij krijgen echt haar blik op de wereld en dat vond ik echt hilarious. Ik was verder hilarious. Zeker een aanrader als je even een feel-good lachertje wil die je toch ook wel een beetje aan het denken zet. Ik heb dit boek 4 sterren gegeven. Nou, alles behalve oké, was ik nog steeds in een soort van funny tiener story verhaal, zeg maar. En toen bedacht ik me, hey, I loved Simon versus the Homo Sapiens van Becky Albertelli. En deze staat nu ook op Storytel. De voordelen van onbeantwoorde liefde van Becky Albertelli. Dus ik dacht, perfect. Dus ik was echt in die stemming. Gewoon in fun. In een boek waarvan je weet dat het leuk is. Vlot lezen. Ik zat gewoon nog steeds een beetje in die romans, tiener, maar dan toch hele hilarische sfeer. Dus ik dacht, ik ga weer voor een Becky Albertelli en ik had geen spijt. Ik was echt in deze mood. In dit verhaal volgt me Molly. En Molly die is weer intertwined met Simon doordat zij het nichtje is van een van de beste vrienden van Simon. Dus dat is wel heel leuk. Dus zij leven echt in de Simon Universe. Volgens mij wordt het serieus de Simon Universe genoemd. En ook Lee Blake, daar is ook een nieuw boek van. Die wordt hier dus ook bij. In dit deel volgen we dus Molly. En Molly woont samen met haar lesbische ouders. Haar zus Cassie, met wie zij onafscheidelijk is. En hun jongere broertje, hoe heet hij ook alweer? Dat weet ik eventjes niet meer. En het verhaal begint eigenlijk dat Cassie, de zus van Molly, dus een nieuwe vriendin krijgt. En Molly voelt zich dus eenzaam omdat Cassie steeds meer met die vriendin omgaat en haar vriendengroep. En Molly is heel onzeker over zichzelf. Ze is wat dikker en ze heeft nooit lang een vriendje gehad. En zij wil ook gewoon liefde, maar het lukt haar gewoon niet. Dus zij raakt een soort van verstrekt met verschillende jongens. Ook met een vriend van Cassie, een hipster boy. En wij leren gewoon Molly een beetje kennen en haar hilarische manier. En op een gegeven moment de ouders van Cassie en Molly gaan ook trouwen. En dan gaat Molly de trouwerij voorbereiden en zo. Het is super leuk. Dat deed me weer allemaal feelings. En Molly struggelt dus gewoon heel erg met zichzelf. En ze is nu meer op zichzelf aangewezen nu Cassie er niet meer is. En ze mist Cassie gewoon heel erg. En eigenlijk een eigen vriendje in haar leven. Dus ja, we zien haar gewoon met jongens struggelen en met haar zus ruzie maken en zoveel leuke dingen. Het is echt, net zoals Simon versus the Homo Sapiens, er is wel een issue, maar dat neemt gewoon ze terloops. Het is gewoon echt een slice of life, zeg maar. Super hilarisch. Molly is zo relatable in de zin van dat ze soms gewoon niet zo goed weet wat ze moet doen en ze doet maar wat. En dan achteraf blijkt het misschien niet het allerbeste te zijn. En dat kon ik zelf gewoon heel erg... Ik weet niet. Ik kreeg gewoon heel veel flashbacks naar mijn eigen tienerjaren terwijl ik dit las. Dus dat vond ik super leuk. Ja. Super leuk. Dus zeker een aanrader. Ik heb deze 4,5 ster gegeven. Dan het laatste boek dat ik in juli heb gelezen. En waar ik eigenlijk de hele maand mee bezig was. Naast alle luisterboeken. Dit was gewoon het fysieke boek waar ik eigenlijk de hele maand over heb gedaan. En dat is Winter van Marissa Meyer. Oh, ik heb dit ook in een reading vlog. Volgens mij de vlog even bijpraten. Zie je ook dat ik dit boek aan het lezen ben. En dan is er ook een moment volgens mij in die vlog dat ik hem uit heb. En dat ik gewoon niet zo goed wist hoe ik erover moest praten. Omdat dit is zo'n serie waar ik zo dol op ben. En waar ik zoveel mooie gevoelens voor heb. En het is ten einde. En het is goed. Maar toch niet compleet... Zeg maar, het heeft geen open einde, maar er moeten nog wel dingen afgerond worden. En we weten gewoon niet zo goed hoe. En dat vind ik heel mooi, altijd een verhaal, omdat je daardoor een soort van half vol en half leeg achtergelaten wordt. En dat vind ik gewoon heel fijn bij een boekserie. Ik vind die fijn, maar goed, zeg maar. Dat niet
ik vergeet een serie sneller als het helemaal oké, af, strikje eromheen, dan. En nu een soort van blijft het nog altijd knagen en dan blijf je ermee in je hoofd zitten. En dat vind ik gewoon goed aan een serie. Ook dit einde. Het einde was helemaal niet slecht en het einde was helemaal niet hartverscheurend. Maar toch was ik hartverscheurd achtergebleven omdat het het einde was. Winter is het laatste deel, het vierde deel, vinden Marisse Meijer, de Luna Chronicles. We volgen vier Disney prinsesses. Zijn ze alle vier Disney prinsesses? I don't know. We volgen drie prinsessen uit sprookjes die een soort van nieuwe twist hebben gekregen. À la science fiction. We volgen Cinder en zij is dus een cyborg en zij moet dus assenpoester zijn. We volgen Scarlett die verliefd wordt op Wolf en hij is een soort van hybride. En Scarlett is dus Roodkapje. We volgen Rapunzel, dat is Cress en zij is super slim. Zij heeft haar hele leven opgesloten gezeten in een, hoe noem je dat? En zij heeft haar hele leven opgesloten gezeten in een satelliet in de ruimte. En zij is super slim met technologie en kan alles hacken. En daarnaast volgen we Winter en zij is Sneeuwwitje. Zij heeft een evil stepmother die ook eigenlijk in deze hele serie onze slechterik is. Levana, zij is de koningin van Luna, Lunar. En Winter wordt geliefd door het volk en zij heeft dus een gave, net zoals alle Lunars, maar zij onderdrukt deze omdat ze deze niet wil gebruiken. En daardoor is ze dus langzaam krankzinnig geworden. Als het goed is, spoilt dit niks voor niemand. Ik kan verder niet zoveel over deze serie zeggen, omdat dit het vierde deel is in een serie. Maar wij volgen dus hun alle vier, terwijl zij hun liefdes ontplooien, hun problemen oplossen, hun plaats in de wereld vinden en ook daar bij elkaar helpen. En dus eigenlijk met z'n vieren vechten tegen Levana, het gezamenlijke slechte kwaad. En ze gaan op missies en ze raken elkaar kwijt en ze vinden elkaar terug. Het is zo tof en elke keer in het deel dat je denkt van, oké, nu is het einde. Oké, shit hit the fan. Dan gaat het weer helemaal mis, zeg maar. Het was zo top. En toen was het op een gegeven moment dus het einde. En ik denk daarom ook, omdat het elke keer was... Er zat gewoon heel veel tijd en heel veel lucht in dit verhaal. Ze moesten natuurlijk een soort van rebelopstand opzetten tegen de koningin. En dat doe je niet zomaar. En dat is wel heel vaak in boeken dat het gewoon zomaar gebeurt. En zomaar vechten ze en winnen ze. En hier heeft het echt wel de tijd gegeven. En zijn ze uit elkaar gerukt. En kunnen ze elkaar missen. En weer gevoelens voor elkaar krijgen. Zeg maar gewoon als vrienden. En ook de liefdesrelaties onderling. En deze groep wordt gewoon zo hecht. Dat ik er gewoon weer kippenvel van krijg. Als ik erover denk. I love it so much. Ook gewoon de unieke manier waarop. Gewoon de unieke twist die Marisse Meijer aan al deze sprookjes heeft gegeven. Ik kan de sprookjes niet meer anders bedenken dan op Marisse Meijer haar manier. Dit zijn gewoon de sprookjes. Dan gaan we naar de drie boeken die ik in augustus heb gelezen. Allereerst heb ik geluisterd naar een boek. En ik weet nog niet zo goed of ik erover kan praten. Wat wel moet, maar goed. En dat was The Outsider of Stephen King. Dit massive boek heb ik naar geluisterd op Storytel. En dat was echt zo'n goede keuze volgens mij. Dit is echt... ik heb hier nog steeds een soort van nachtmerries over. Terwijl er niks horror gebeurt. Maar het is zo spooky en zo messed up. Oké, ik ga het proberen dit te vertellen zonder te spoilen. Ik ben namelijk heel blind in dit boek gegaan. Alleen door de cover. Dat ik dacht van... ik weet niet waarom. Ik heb al zo lang een Stephen King boek geprobeerd te lezen en nooit gedaan. Ik heb er meerdere in mijn kast staan. En ik wil nog steeds heel graag It lezen. Maar op een of andere manier ben ik er niet aan toegekomen. Totdat ik deze zag en ik dacht gewoon, ik wil hem meteen lezen. Hij was net uit en ik dacht gewoon, ik moet het gewoon meteen weten. Ik weet niet waarom. Ik denk dat ik gewoon nog heel erg gevoelens van It over had die ik niet een plaatsje kon geven. Een soort van nog de aching naar meer daarvan. En toen zag ik dit. Deze man op de voorkant met zijn rode oogjes. En ik dacht, ja, I'm gonna do this. En ik ben zo blij dat ik het heb gedaan. Want ik ben hier dus blind ingegaan. En ik denk dat dit bij zo'n soort verhaal het beste is om ooit te doen. Net zoals dat ik bij It er blind in ben gegaan. Ik wist alleen dat mensen angsten voor clowns hadden vanwege It. En zo ben ik erin gegaan en zo is dat allemaal in de films dan. Dus dan kan je het een soort van optimaal beleven. En ik denk dat je dat bij dit ook moet doen. Dus ik ga niet zoveel zeggen. Alleen dat dit een soort van een nieuwe versie van It is voor mij. Het heeft dezelfde feelings als bijvoorbeeld personages. Terwijl ze zichzelf leren kennen. En terwijl ze eigenlijk compleet alles waarin ze geloven. En alles hoe zij denken dat de wereld werkt. Dat het compleet verschut wordt gezet. En dus meerdere personages bij wie hetzelfde gebeurt.
En die elkaar daardoor vinden en waardoor ze daardoor samen moeten werken en waardoor hun band daardoor komt. Net zoals bij It gebeuren er dingen, zeker in dit boek. Er gebeuren in dit boek heel veel dingen waarvan je niet zo zeker weet. Is het nou paranormaal of niet? Zeker aan het begin. Het lijkt gewoon aan het begin een detective thriller. En je denkt gewoon oké, we zijn bezig met een zaak en die wordt opgelost. Totdat er elke keer in die moord, er is een gruwelijke... Oké, ik ga een klein beetje vertellen. Er is een gruwelijke moord gepleegd op een jongetje. En de hoofdverdachte is een geliefde coach van het jongere team, van het kindervoetbalteam. En wij volgen dus meerdere mensen die hiermee te maken hebben. Terwijl deze zaak zich ontpopt, terwijl het politieonderzoek wordt gedaan, nieuwe dingen komen aan het licht. We horen dus verhoren en we krijgen het dus echt mee als een politiedetective. We krijgen videotapes te zien, we krijgen interviews met de detective te horen. En hoe verder dit verhaal gaat, hoe meer het erop lijkt dat deze man dit helemaal niet kan hebben gedaan. Maar mensen hebben hem gezien terwijl dit heeft gedaan. En eigenlijk tegelijkertijd met de detective, wie eigenlijk de hoofdpersonage is in dit verhaal, tegelijkertijd met hem komen wij erachter dat dingen niet kloppen. Maar het moet kloppen en I don't know, het is gewoon zo messed up. En er komt steeds meer een paranormaal aspect bij, maar je gelooft nog niet helemaal dat het daadwerkelijk die kant op gaat, het boek. Iets in die trant. Ik weet niet of het sens maakt, maar het is zo'n tof boek, omdat het je echt laat denken en je weet nou niet zo goed wat je aan het lezen bent. Is het nou paranormaal of is het nou gewoon een detective? En uiteindelijk is het gewoon beide buiten het feit. Wat ik zeg, ik heb nog steeds nachtmerries. Ik zie nog steeds dingen voor me die in het boek zijn beschreven. Waardoor ik soms gewoon niet meer ergens... Ja, nee. Oh, zo goed. 5 sterren, echt. Oh, I love this so much. En ik ben er echt doorheen gevlogen. I can't. Ga het lezen. En als je dit niet wil lezen, ga er naar luisteren. Echt. Je weet niet wat je overkomt. Dan het boek waar ik ook de laatste tijd echt mega bezig ben mee geweest. En echt een van mijn favoriete fantasy boeken is geworden. En dat is Nimmernacht van Jake Kristoff. Ik heb hier volgens mij al vaker over verteld op mijn kanaal. Dit was best wel een project om te lezen. Omdat... er heel veel tussendoor kwam qua werk, waardoor ik elke keer een beetje uit het boek was. En ik weet niet, terwijl ik wel heel graag wou lezen en ik zat erin en ik ben niks vergeten. En elke keer dat ik niet aan het lezen was, spookte het door mijn hoofd. Maar ik had gewoon fysiek niet de tijd om het te lezen. Maar dit is echt één van mijn lievelingsfantasy verhalen. Het is zo tof geschreven. We volgen namelijk het verhaal van Mia, maar iemand vertelt haar verhaal. Waardoor er dus ook tussendoor... stukjes zitten, footnotes zitten met dus dingen over de wereld, een geschiedenislesje over deze wereld, of gewoon even een sidestep of even een verklaring over wat het verhaal zo levendig maakt en zo alsof het echt aan je wordt verteld, waardoor het niet voelt als een zwaar fantasy verhaal. Een fantasy verhaal net zo groot als deze met zo'n ingewikkelde wereld als deze kan best wel heftig aanvoelen en best wel je gewoon je hersen laten kraken, waardoor je niet helemaal goed meer weet wat er aan de hand is. En door die footnotes krijg je kleine details en je krijgt ze zeg maar met kleine hapjes gevoederd, waardoor het niet te veel ineens is, waardoor het niet is van ho, wat is hier gebeurd? Terwijl het zoveel toevoegt aan het verhaal. Het verhaal volgen wij Mia en Mia is een hoop onrecht aangedaan in haar leven. Dit heeft ertoe geleid dat zij duistere krachten heeft ontpopt. En dit zijn daadwerkelijk duistere krachten, want zij kan de schaduwen aansturen. En zij heeft een kat altijd bij zich als haar metgezel. Die is compleet gemaakt van schaduwen. Ze weten niet waar haar krachten vandaan komt. En het enige wat zij weet is dat zij wraak wil nemen op de personen die haar ouders hebben vermoord. Die haar leven hebben afgenomen, die dit alles hebben gedaan. Dus om dit te doen wordt ze een assassin. Haar eerste mentor is Mercurio en hij leidt haar op zo best als hij kan. En hij bereidt haar voor op de Rode Kerk. En ze gaat dus naar de Rode Kerk, wordt daar verder getraind als assassin. Dit is een soort van survival modus, want je moet leren en strijden met meerdere mensen die assassin zijn. Om uiteindelijk toegelaten te worden tot de Kling. En de Kling is dus het hoofd van de Assassin's Guild, soort van. En pas dan zou ze hun kunnen vermoorden. Omdat ze dan gewoon alle troeven in hand heeft om dat te doen. Nou ja, dat volgen we dus. Er gaat een hoop mis. Er wordt een hoop... Ja... Oh, het is gewoon een soort van boarding school voor assassins.
Terwijl zij haar magische krachten ontdekt. En deze wereld zit gewoon vol met gekke dingen. Ze kunnen bijvoorbeeld in de Assassins is er een dude. En hij heet de spreker. En hij kan dus tot het bloed spreken. Waardoor als hij een bloedbad hier heeft en een bloedbad daar. Dan kan hij dus mensen in het bloedbad naar de andere bloedbad laten gaan. En gewoon dat soort allemaal toffe dingen. Zoveel. J. Christoph is gewoon geniaal. Er is bijvoorbeeld ook, zij beheerst dus het duister. Maar het is nimmer nacht. Ja, het is letterlijk nimmer nacht. Ze hebben 3 zonnen in deze wereld. Waardoor er ook neer wordt gekeken op de Assassins. Want ze zijn dus eigenlijk, ze doen het werk dat niet heilig is. En er zijn dus 3 zonnen. Dus het is nimmer nacht. Het is altijd licht in een wereld waar Mia het duister beheerst. De schaduw beheerst. Maar er zijn dus wel veel schaduwen. Super tof. Mia heeft ook een duister verleden. En aan het begin weten we niet zo goed wat het is. En het wordt tijdens haar lessen op de Assassin School wordt het steeds meer ontpopt. En het is gewoon zo tof. Dit is gewoon boeken waar ik van hou. Dit is gewoon. Ik denk dat het niet nodig is om te zeggen, maar ik heb het dus 5 sterren gegeven. En dan het laatste boek heb ik eigenlijk in september gelezen. Maar ik denk, ik bespreek hem toch nu even. Want ik heb hem gisteren uitgelezen. En nu is het nog vers. En dit is best wel iets wat misschien een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Dus, vandaar. En dat is dit super toffe stripboek. Ik heb dit eigenlijk in mijn TBR van september zitten. In mijn vorige video. Maar zoals ik al zei, ik heb dit in een dag uitgelezen. Dus ik denk, ik bespreek hem gelijk. Deze is van de uitgeverij De Fontijn. En het is Giant Days, Nieuwe Vrienden, de eerste volume. Geschreven door John Allison en geïllustreerd door meerdere illustratoren. Dit is een super tof verhaal over 3 meiden die beginnen aan de universiteit en naast elkaar een kamer naast elkaar hebben. En eigenlijk dus een soort van tezamen de gruwelen die de universiteit en alle problemen die de universiteit te bieden heeft overleven. Zo zijn er vriendjes, feestjes, ziek zijn, schoolmissen, tentamens, de hele mikmak. Wat echt super leuk is. Het was super grappig. De personages zijn heel divers en daardoor een hele leuke mix om over te lezen. En dat is denk ik ook een beetje het doel van dit verhaal geweest. Het is best wel volwassen in de zin van er komen hele echt wel wat universiteit problemen aan bod. Wat ik wel heel leuk vind, omdat het meestal toch wel middelbare school is. En hier komen dus wel iets meer problemen naar voren van dat, iets volwassenere problemen. Dus dat vond ik wel leuk. Het enige wat ik een beetje minder vond aan dit boek, maar dat is ook wel te verklaren, is dat het best wel abrupt was soms van een scène naar een scène. Dat ik best wel vaak terugbladerde om te denken, hè, heb ik nou een paar bladzijden overgeslagen? Maar het is gewoon best wel abrupt. Gaat het van scène naar scène of van situatie naar situatie? Dat komt ook omdat het eerst een korte serie was online. Misschien op Webtoon. I don't know. Maar het was in ieder geval een korte serie van gewoon korte leuke anekdotes en korte scènes. En zo is John Allison begonnen en dit is zeg maar in een boek gemaakt. Dus ik denk dat het een beetje in haar natuur zit om het verhaal in ere te houden. Dat het dus gewoon van die abrupte sprongen maakt. Omdat het dat ook in de online versie deed. Dan is het vaak 1 bladzijde met 1 scène en dan wel een doorgaand verhaal vaak. Maar niet echt een building naar 1 plot of iets in die trant. Dus dat merk je hier ook wel. Is dus niet heel erg. Maar het is soms gewoon een beetje wennen. En ik vind het gewoon leuk als het 1 verhaal is. Als je 1 boek hebt. En het is wel 1 verhaal. Maar het is gewoon soms wat abrupt. Dus dat was het enige minpuntje dat ik hierbij had. Maar verder was het super vermakelijk. Alles wat je ervan verwachtte. En een leuke tekenstijl. So it was nice. En ik heb deze 3,5 ster gegeven. En het was ook super fijn om even af te wisselen. Van al die dikke boeken. Even wat luchtigs. Dat was het dan voor mijn wrap-up van alle boeken die ik in juli en augustus heb gelezen. Het is wel bij elkaar een mooi stapeltje. Ja, maar dus niet heel veel. Nu hopelijk wel weer meer. Straks in oktober ga ik ook op vakantie. Ik heb weer gewoon een wel iets beter ritme gevonden. Dat ik weer veel lees en veel naar luisterboeken luister. Dus hopelijk in september heb ik weer een hoop voor jullie te vertellen. Ja. Dat was het dan voor deze video. Laat zeker weten wat jullie hebben gelezen. Of als je een van deze boeken hebt gelezen. Ik ben heel erg benieuwd. En ja, linkjes naar deze boeken staan in de beschrijving. Ook naar mijn socials. En ik zie jullie heel snel weer. Ja. Doei!